Goed, daar ben ik weer. Nog even een korte video over de toepassingen, de medische toepassingen van al die elektromagnetische straling waar we in de vorige video aan hebben gerekend. Ik heb hier nogmaals helemaal op volgorde van lage naar hoge energie het elektromagnetisch spectrum benoemd. En dan zien we dus radiostraling, infraroodstraling, zichtbaar licht, ultraviolette straling, röntgenstraling en gammastraling. En de manieren waarop we die kunnen produceren, ja, die verschillen ook. Dit kunnen we doen met een radiozender of je telefoon. Dit kun je natuurlijk doen met een vuurtje, hè? Dat is warmtestraling. Maar we gebruiken ook apparaten voor. Een straalkachel doet ook zoiets. Nou ja, licht maken dat kan ook natuurlijk op allerlei manieren met ledjes en zo. Ultraviolette straling, ja, dat doen we toch ook met een soort lampen. En misschien ken je blacklights wel. Die blacklights, ja, dat is een slechte naam ervoor natuurlijk, maar die laten witte kleding extra fel oplichten in een soort paarsig licht. Maar daar zit ultraviolette straling in, die we niet kunnen zien. Maar die wordt door die witmakers, die in bepaalde witte kleding zitten, wordt dat omgezet in heel heftig blauw-paars licht. En dat zie je dus extra goed. Voor röntgenstraling, daar hebben we röntgenbuizen voor nodig, waarin we elektronen versnellen en dan laten botsen. En dan komt de röntgenstraling bij vrij. En eigenlijk kunnen wij niet zelf een apparaat maken, dus dat heb ik niet in staat, om gammastraling te maken. Dat heeft nog veel meer energie. Maar we gebruiken wel gammastraling, maar dat komt uit radioactief verval. Dus dat is eventjes waar het vandaan komt. Nou ja, en we hebben dus eigenlijk voor al die vormen van straling wel een medische toepassing gevonden. Radiostraling die wordt gebruikt bij MRI's. Een MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. We gaan het daar later in het hoofdstuk over hebben. Beetje ingewikkeld, maar daar komt dus radiostraling bij vrij die we kunnen opvangen. Het grote voordeel is dat, omdat het zulke lage energie heeft, dat het volkomen ongevaarlijk is. Het is wel een groot duur apparaat, maar erg handig, wordt veel gebruikt. Infrarood, waar onder andere natuurlijk warmte bij hoort, dat kunnen we gebruiken bij spierblessures. Dan gebruik je warmtetherapie, denk maar aan massage, dan maak je eigenlijk ook de boel warmer. Dus daar worden nog wel eens infraroodlampen bij gebruikt. Nou, zichtbaar licht, uiteraard gebruik je je ogen om dingen te zien, dat doet een arts ook. Maar je kan ook echt licht gebruiken, bepaald fel licht, bepaald blauwig licht, wat de tandarts nog wel eens gebruikt om vullingen uit te harden. Of we gebruiken nog wel eens lasers om huidaandoeningen weg te werken of spataderen te verhelpen. Dus daar worden nog wel eens gewoon zichtbaar licht voor gebruikt. Alleen dan een bepaalde felle manier die schadelijk kan zijn voor je ogen, dus wel uitkijken. Ultraviolette straling is een beetje lastig, want je weet misschien van ultraviolette straling, die heeft het vermogen om te kunnen ioniseren. En als je ionen krijgt, dan krijg je vaak reacties. Dan worden eiwitten, die gaan zich anders vormen en dat kan leiden tot mutaties en dan ook eventueel kanker. Dus UV is een beetje tricky, maar er is een vorm van UV-straling die zeg maar vlakbij het zichtbaar licht zit, met laagste energie UV. Die zit in het zonlicht, in het daglicht. En dat zorgt ervoor dat in onze huid vitamine D wordt aangemaakt. En dat is natuurlijk ook voor onze gezondheid nodig. Dus het kan zijn mensen die een vitamine D tekort hebben, die kunnen pillen slikken. Maar die zou ook wel eens wat meer naar buiten kunnen. We gebruiken ultraviolette straling ook echt gewoon om dingen dood te maken. En dat klinkt heel raar bij medische beeldvorming. Maar in de geneeskunde is het dus zinvol dat je instrumenten, dat er geen bacteriën op zitten natuurlijk. Dus om die instrumenten te steriliseren, dat betekent eigenlijk schoonmaken van leven, ga je ze in UV leggen. Dan maak je dus eigenlijk het leven op die instrumenten dood. En dan zijn die instrumenten dus niet ziekmakend. Dus ja, dat is natuurlijk uitstekend. Dat kun je ook doen met voedsel. Dus voedsel dat misschien gaat bederven. Nou, als je dat met UV-straling bestraalt, dan gaan alle levende organismen op dat voedsel, dus allerlei schimmels en bacteriën, die gaan kapot. En dan is dat voedsel langer houdbaar. Dus dat is ook gezondheidstechnisch natuurlijk een voordeel. Nou, röntgenstraling, dat kennen we natuurlijk gewoon van de röntgenfoto's. Maar ook de CT-scan. Bij een CT-scan maken we gebruik van een heleboel röntgenfoto's. Dus dat is een hele bekende natuurlijk. En gammastraling gebruiken we dus ook. Ik zei al, die gammastraling die komt uit radioactief verval, radioactieve deeltjes. En die kunnen we gebruiken om afbeeldingen te maken. En we kunnen dat ook inspuiten en natuurlijk zorgen dat dat in een, bijvoorbeeld in een kankergezwel terechtkomt, om dat kankergezwel kapot te maken. Want dat is wel mogelijk bij radioactieve straling. En radioactief verval moet ik zeggen. En we gebruiken gammastraling ook in de PET-scan. De PET staat voor positron emissietherapie. En
tomografie en therapie ook. Daar gebruiken we dus een gammacamera om dat te kunnen waarnemen. Dus dit zijn even wat voorbeelden waar we in de medische wereld gebruik maken van elektromagnetische straling. Hopelijk helpt het.